De inmiddels 82-jarige Surinaamse cineast Pim de la Parra mag het voorrecht genieten om in dit leven nog mee te maken dat zijn episch historisch filmverhaal One People na 46 jaar een internationale doorbraak beleeft. De film wordt namelijk begin van het jaar 2022 gereleased op een Blu-ray Plus DVD in Amerika en Canada. One People, één volk, vijf culturen bijeen in een land viermaal zo groot als Nederland. Nog nooit eerder zag u Suriname zo, zoals het is. President Chandrika Prasad Santokhi greep tijdens zijn Anton de Kom lezing in Amsterdam op vrijdag 10 september naar de epische historische film One People om aan te geven hoe de vreedzame multi-etnische Surinaamse samenleving zich heeft ontwikkeld als een mamjo. Dit door eenheid in verscheidenheid met het waarderen en respecteren van de verschillen. Ons staatshoofd presenteerde de gedachte van vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom als voorbeeld voor de wereldgemeenschap om in vrede en harmonie met respect voor elkaars etnische en culturele verschillen een vreedzame leefgemeenschap op te bouwen. En zo hebben ook de filmdistributeurs van Cult Epics in Pasadena, California in de Verenigde Staten op 3 september bekendgemaakt dat zij de film One People op Blu-ray en DVD zullen uitbrengen in Amerika en Canada. Te midden van de vigerende wereldtoestand van racisme, discriminatie, oorlogsgeweld en stromen van vluchtelingen zal de film de harten van het internationaal publiek zeker kunnen beroeren. One People, een film die bruist van Suriname. Thank you, Sonora Matancera en Bienvenido Granda. Hij is dood, maar hij leeft. Hij leeft. One People is geschreven door Rudy Cross en Pim de la Parra. De hoofdrollen zijn gespeeld door Borger Breveld, Diana Gangarampande, Emmanuel van Gonter en Willeke van Amelrooy.